landgenoten. In het bijzonder alle moeders. Ja, want het is 8 mei. En op deze dag vieren wij de Moederdag, ook in Suriname. En op deze speciale dag wordt een speciale groep van personen, de moeders, in de watten gelegd. En sommigen die worden gememoreerd. Moeders zijn speciale mensen. De vrouw is door de schepper op zodanige wijze geschapen dat ze in staat is kinderen te baren. En dat zij als een cadeau van de schepper de naam moeder kreeg, wat gepaard gaat met vele verantwoordelijkheden. Moeders hebben verbondenheid met hun kinderen en incasseren ook veel voor hun kinderen. En vaak doen zij dit zonder hulp van de vader of de partner. Op de alleenstaande moeders rust er een enorme zware taak om de kinderen alleen op te voeden, groot te brengen. En dit doet zij met nog een baan ernaast. Moeders zijn daarom van onschatbare waarde en leveren een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van onze maatschappij. Moeders vertolken dan ook vele functies in onze samenleving. Denk aan leerkracht voor het opvoeden van kinderen en het aanleren van normen en waarden. Maar de moeder is ook een begeleider, een kokkin, een verdediger en bewaker van orde en rust, vooral thuis. Maar zij is ook de oppasser, metgezel, de vriendin, de huishoudster. En ze vertolkt deze functies, ja, 7 dagen per week, 24 uren van de dag. En met veel zorg en liefde. Wij kennen in Suriname ook moeders die aan landbouw doen. Om de groenten te oogsten voor hun kroes. Maar ook de moeders in het binnenland vervullen de rol van vaders. Om onder andere voedsel voor hun kinderen op tafel te kunnen zetten. Maar moeders worden vooral in tijd van crisis de eerste slachtoffers. En ze doen er alles aan om hun kinderen gezond en wel te laten groeien. De taak van een moeder kent geen einde. Moeders staan voor hoop, liefde, geduld en moed. Waar anderen deze vaak dreigen te verliezen. Lobby brada en sisa. Lobby mama. Lobby zusters. Ook ik heb dit mogen ervaren. Want vandaag gedenk ik ook mijn moeder. Mijn lieve moeder, die er niet meer is. Een moeder die 9 kinderen grootgebracht heeft. Een moeder die meerdere bijbaantjes had. Een moeder die net als alle andere moeders alles voor over had voor haar kinderen. Maar vooral een moeder die een ieder bijeenbracht. Een moeder die de rust terugbracht waar nodig. Maar ook een moeder die altijd klaar stond bij hoogtepunten, maar ook bij dieptepunten in het leven van haar dierbaren, maar vooral van haar kinderen. Een moeder die altijd trots was, maar ook trots gaf aan de kinderen. Beste moeders, moeders zijn speciale mensen. Onvermoeibaar, maar ook onbetaalbaar. Moeders moeten in feite elke dag worden gewaardeerd voor wat ze allemaal doen. Dus niet alleen op deze dag van de Moederdag. Maar laten wij daarom vandaag op deze speciale dag, die uitgeroepen is voor alle moeders, wel onze waardering tonen voor onze moeders. En geloof me, al die mama's die kijken echt niet uit naar een duur cadeau. Maar ze kijken uit naar vooral een woord van dank, waardering voor wat ze allemaal doen. Een erkenning voor haar kostbare tijd. Een warme brasa voor al die oneindige liefde. En die brasa geef ik aan alle mama's Fusanang, maar ook die mama's in diaspora. Landgenoten, maar nu in het bijzonder de mannen en de kinderen. Neem op Moederdag een deel van haar vele taken over. Maak ontbijt klaar voor haar. Geef haar die verdiende brasa en zet haar in die bloemetjes. En een cadeautje mag natuurlijk altijd. Ervaar echter wel even, al is het maar voor een dag, wat de moeders dagelijks doen. De offers die zij brengt. Vooral de werkende moeders die na een dag hard werken nog altijd oneindig tijd hebben voor hun kinderen.
ervaart u dit voor één dag. Bladarasiza, in het bijzonder onze moeders. Ik spreek waardering uit voor alle moeders van Suriname. Ik ben mijn moeder dankbaar en ik zeg dank aan mijn moeder. En ik zeg dank aan u, aan alle de mama's voor zijn naam, maar ook toe de mama's in diaspora. En die rust die mijn moeder altijd gebracht heeft in mijn leven, zal ik in mijn streven naar de Surinaamse samenleving toe ook die rust en eenheid laten ervaren. Haar motto was altijd, werk hard, doe je best en God doet de rest. En ik zal daarom, net zoals mijn moeder, er alles aan doen om deze doelstelling ook te verwezenlijken voor land en volk. Moeders en allen die de taak van moeders op zich genomen hebben, het is uw dag. U staat het hele jaar door, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, klaar voor uw kinderen. En het kent geen einde. Geniet u op deze dag van de waardering. Die wordt geuit en de verwennerij die u verdient. En ik spreek de hoop uit dat alle moeders en zij die de taken van de moeders op zich hebben genomen, op gepaste wijze worden gewaardeerd. Moeders, u bent een speciale groep van personen. Gaat u door met uw taken te vervullen. Aan alle moeders, maar in het bijzonder die moeders die er alleen voor staan, wens ik een fijne moederdag. One bless you and sweet mama day. God bless you all.